Welkom bij de volgende les over taal gaan we een klein beetje doen. Namelijk, we gaan ja-nee vragen leren stellen. Dus waarover gaat het hier? En we gaan ook de persoonsvorm daarin aanduiden. Dus het werkwoord dat vervoegd is, gaan we leren aanduiden. Als eerste vraag wordt er gesteld: maak ja-nee vragen van deze zin. Dus maak van deze zinnen ja-nee vragen. Jasper en Nina halen weer kattenkwaad uit. Dan ga je dat hier als een ja-nee vraag, dus je moet daarmee kunnen antwoorden als ja of nee. Alle woorden die je in de zin gebruikt, die moeten ook terug in je vraag gebruikt worden. Ik ga de eerste voordoen. Halen Jasper en Nina, oei, Nina weer kattenkwaad uit? Vraagteken. Waar let ik op? Hoofdletter. Hier ook een hoofdletter. Jasper en Nina is ook met een hoofdletter. Vraagteken achteraan. Zo ga je dat voor die andere zinnen ook doen. Dus ja-nee vragen maken. Van in de kleerkast van Sarah verstoppen ze een grote spin. Goed kijken met welk woordje ga ik beginnen. Verstoppen ze. Pum, pum, pum. Dat ga ik voor de rest niet meer voorzeggen. Verstoppen ze. En achteraan weer een vraagteken. Als je hier ziet dat het met een hoofdletter geschreven is, schrijf het dan ook met een hoofdletter. Let daar goed op. Zo zijn daar verschillende zinnen. Wat ga je nu doen met die zinnen? Verdeel de ja-nee vraag in zinsdelen en onderstreep de persoonsvorm. Wat ga je doen? Elk ding. Dus ik ga dat bij deze zin even voordoen. Of ik zal dat bij de eerste twee zinnen voordoen. Verstoppen ze in de kleerkast van Sarah een grote spin? Vraagteken. Dan wordt er als eerste gevraagd: verdeel de ja-nee vraag in het zinsdeel en onderstreep de persoonsvorm. De persoonsvorm is altijd het eerste woord in uw zin. Dus ik ga dat even markeren. Denk dat dat hier mogelijk is. Voilà. Dus dit en dit. Uw eerste woord is uw persoonsvorm. Dus dat is eigenlijk heel gemakkelijk. Voilà. Dat is uw persoonsvorm. Wat ga je nu doen? Dan moet ik terug. Elk woord of woordengroep die je voor uw persoonsvorm kan zetten, dus voor het eerste woord kan zetten, noemen we een zinsdeel. En uw zin moet dan nog kloppen. Ik ga dat even voordoen. Jasper halen, dus ik zet Jasper voor halen, Jasper halen en Nina weer kattenkwaad uit. Dat is geen correcte zin. Als je die zin zegt, dan hoor je dat is niet juist. Jasper en halen Nina weer kattenkwaad uit is ook geen goede zin. Maar als je zegt Jasper en Nina, je zet dat er terug voor, dus je zet dat voor de persoonsvorm. Jasper en Nina halen weer kattenkwaad uit, dan hoor je dat is wel een goede zin. Dus dan noemen we dat een zinsdeel. En dan ga ik dat zo met streepjes aanduiden. Dan ga ik kijken naar het volgende. Weer halen Jasper en Nina kattenkwaad uit. Dat is een goede zin. Dus ook dat is een zinsdeel. En dan ga ik het laatste. Kattenkwaad zet ik ervan voor. Halen Jasper en Nina weer uit. Is ook een goede zin. Dus daar ga ik ook afscheiden. Ah, dan het laatste woord. Dat blijft volledig over. Dus dat sluiten we af met dubbele streepjes. De tweede zin. Verstoppen. Dat is mijn persoonsvorm, want dat is mijn eerste woordje. Ik ga het eerste ervoor proberen te plaatsen. Ze verstoppen in de kleerkast van Sarah een grote spin. Dat is een goede zin. Dus ik zet streepjes. In.
verstoppen ze de kleerkast van Sarah een grote spin. Dat klopt niet. Dus dan ga je heel die groep moeten samennemen, want dat hoort allemaal bij elkaar. In de kleerkast van Sarah verstoppen ze een grote spin. Dat is een goede zin. En dan het laatste, een kan je er weer niet voor plaatsen. Een grote, nee, want dat hoort bij die spin. Een grote spin verstoppen ze in de kleerkast van Sarah. Daar sluit ik weer af. Goed nadenken, want dat is niet zo'n makkelijke oefening. Maar goed nadenken. Uw ja-nee-vraag, die moet je zeker kunnen stellen. Wat wordt er dan als laatste gevraagd? Ik ga ook even... mijn persoonsvorm, die heb ik aangeduid met die kleur. Dus ik ga dat even aanduiden. Even kijken hoe ik dat juist doe. Voilà. Dus ik ga dat woordje persoonsvorm hier ook aanduiden. Dat ik dat... Voilà, in dezelfde kleur. Dus dit zijn mijn persoonsvormen. En dan vraagt men, markeer met de markeerstift het tweede zinsdeel. Dat noemen we het onderwerp. Dus ik ga een andere kleur van markeerstift nemen. Ik neem geel. En ik ga het onderwerp hier in het geel aanduiden. En het tweede zinsdeel, dat markeer je in het geel. Voilà. Op die manier. Ze is mijn tweede zinsdeel. Mijn eerste zinsdeel is mijn persoonsvorm. Mijn tweede zinsdeel, dat markeer ik in het geel. Voilà. Dat is dit. Zie je? En de rest, daar moet ik niks meer mee doen. Dus het is belangrijk dat je weet wat je onderwerp is, dus wie of wat. En wat je persoonsvorm is, dat is het eerste zinsdeel als je een ja-nee-vraag hebt gesteld. Dan staat hier nog een kleine tip, heb ik daarnet ook al gezegd. Als je twijfelt wat je onderwerp is, stel dan even eventjes de vraag wie of wat. Dus je onderwerp is altijd wie of wat. Wie haalt de kattenkwaad uit? Jasper en Nina. En dan ga je zien, Jasper en Nina is aangeduid. Wie haalt de kattenkwaad uit? Dat is Jasper en Nina. Dat is altijd een persoon of een dier. Dan gaan we weer twee dingen moeten aanduiden. Ik ga even dezelfde kleuren nemen. Dus er staat hier een rode stift. Maar je weet, dat mag je altijd met je eigen kleuren doen. Zulke opdrachten. Dus je neemt zelf een kleur. Ik ga nu bij dezelfde kleuren blijven, want dat gaat het makkelijkste zijn. Ik ga de persoonsvorm terug in het groen aanduiden. En ik ga het onderwerp in het geel aanduiden. Dus ik ga geel even nemen. En het onderwerp. Dus dat duid ik weer aan. En wat vraagt men nu? Maak van de gegeven zinnen ja-nee vragen. Verdeel die vragen in zinsdelen. En markeer met je rode stift de persoonsvorm. En met je groene stift het onderwerp. Ik verwacht dat je enkel de ja-nee vraag stelt. En daarna je persoonsvorm aanduidt. En je onderwerp. Over wie of over wat het gaat. Dus ik ga even voordoen. Sarah en Nina wachten op Jasper. Wachten Sarah en Nina op Jasper? Vraagteken. Eerste zinsdeel was mijn persoonsvorm, dus dat ga ik weer aanduiden. Ga ik weer aanduiden in het groen, dat is mijn persoonsvorm, wachten. En wie wachten? Op Jasper, ah, dat is Sarah en Nina, dat is mijn onderwerp. Zie je? Dus Sarah en Nina, dat is de wie, dat is mijn onderwerp. Mijn tweede zinsdeel. Dus over wie of over wat, dan duid je dat aan. Ik ga er nog één voor doen, om zeker te zijn dat we goed mee zijn. Ze hadden Jasper al een uur geleden verwacht. Ga ik mijn ja-nee-vraag stellen. Hadden ze Jasper al een uur geleden verwacht? Vraagteken. Weer goed opletten. Denk aan je hoofdletters. Hier ook. Denk aan je leestekens. Eerste woordje is mijn persoonsvorm. Duid ik aan in het groen.
schrijven. Oei, dat is de verkeerde kleur natuurlijk. Ik moet mijn kleur hier eerst aanpassen. En wie hadden ze, of wat hadden ze Jasper al een, of wie hadden ze Jasper al een uur geleden? Wie hadden Jasper al een uur geleden verwacht? Ze. Dus enkel dat woordje ze gaat die onderwerp zijn. Dat is de wie. Ga ook altijd tweet staan in uw ja-nee-vraag. Dat is soms meerdere woorden en soms is dat één woordje, maar dat staat altijd achter uw persoonsvorm als je een ja-nee-vraag hebt gemaakt. Oké? Zo ga je dat ook proberen voor die anderen.